Kapitalistische kameraden, welkom bij ons in de BV, het programma over de wereld van het snelle en slimme, het goede en het foute geld. Iedere aflevering geven wij 3 entrepreneurs de kans hun businessidee te pitchen. En dat doen we als volgt. Ieder ondernemer krijgt exact 60 seconden op deze catwalk om zijn idee te presenteren. En backstage is de spanning reeds te snijden. En dit is mijn raad van commissarissen. Nou, u kent ze al, Frank Heemskerk, Willem Middelkoop en Victor Muller. Jongens, geef ze een applaus. Kom maar op, de volgende pitch. Stel je voor, wie ben je, wat wil je? Ik ben Jochem Oldenbroek van studentenklusbedrijf Mijn Student. En ik wil met de handige student Nederland veroveren. Oké, okay, je krijgt 60 seconden. Nu. Dankjewel. In mijn studententijd heb ik altijd met mijn compagnons bij mensen thuis in de tuin gewerkt. En dat was eigenlijk de aanleiding om te starten met Mijn Student. Mijn Student is een studentenklusbedrijf dat handige, slimme en bovenal betrouwbare studenten inzet voor allerlei praktische klussen bij u in het huishouden of in het bedrijf. Laat ik even een aantal voorbeelden geven. Verhuisstudent Rinse verhuist met liefde uw inboedel van A naar B. PC-student Sander die lost al uw ICT-problemen op. En klusstudent Tijmen legt bijvoorbeeld een mooie vloer voor u neer. Wij positioneren ons als Mijn Student naast de traditionele vakman, die vaak torenhoge prijzen vraagt. Wij opereren professioneel, maar doen dat vaak voor de helft van het geld. En we zijn snel. Bestel vanavond een student online en hij staat morgen bij u op de stoep. Waar zijn wij naar op zoek? Mijn Student wil landelijk. We opereren nu in Utrecht en doen dat goed, maar willen verder. En daarom wil ik vanavond met 10 cv's naar huis die Nederland representeren. Ik wil graag gemotiveerde jonge ondernemers uitdagen om met ons mee te doen. Hier! Dankjewel. Kom erbij. En je hebt fans meegenomen. Heel goed. Kom erbij staan. Jochem. Ja. Ja, goede presentatie. Alleen ik denk dat studenten, dat is een beetje die even student dat ze met hun hoofd werken, ja. Niet dat ze een beetje lopen te klassen. Of nee. Nou, ik heb heel veel studenten in dienst samen met mijn compagnons, ja. Die het ontzettend leuk vinden om naast al die boeken ook een keertje lekker met, niet de ballen op het bord, maar met de handen in de klei te zitten en gewoon aan de slag te gaan. Ja. Victor Muller. Ja, dat begrijp ik heel goed dat die studenten dat willen. Maar willen je klanten het ook? Want als ik iemand zie verhuizen en mijn kostbare Ming-vazen zie ronddragen, dan ben ik enorm geïnteresseerd of jullie verzekering hebben, ja. Of jullie verhaal bieden op het moment dat er iets fout gaat. Ja. Mijn student komt op mij wat vluchtig over. Vandaag zijn jullie er en morgen zijn al die studenten arts of advocaat. Maar wat is mijn kans om bij eventuele schade of problemen die te verhalen op mijn student? Ja, nou, uitstekende vraag. Kijk, natuurlijk zijn wij gewoon een professioneel bedrijf waar ook alle verzekeringen goed geregeld zijn. En wij pakken de uitdaging op om die studenten en de voordelen daarvan te combineren met een professionele bedrijfsvoering. Dus ja, dat is allemaal goed geregeld. Hmm. En daarnaast vind ik het ook belangrijk om te zeggen, kijk, op het moment dat een klus te groot is voor ons, werken wij samen met vaklui om een klus klaar te krijgen. Dus een hovenier legt de tuin aan en wij onderhouden hem met onze tuinstudenten. Oh, ja, okay. Dus je moet ook weten wat je kunt. Excellentie. Ja, excellentie is erg geïnteresseerd, want die komt tijd kort. Neem aan dat het ook allemaal keurig, netjes, fiscaal, wit geregeld is. Uiteraard. Dat maakt het van de baan. Jammer. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Niet jouw. Ik denk dat je studenten voor heel veel dingen heel goed in kan zetten. En ja. Dat er echt een markt voor is. Bijvoorbeeld voor pc-onderhoud, dat soort klussen, is vaak te duur om echt vakman bij te halen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen denken dat studenten daar heel handig mee zijn. Okay. Ja, we gaan toch zo'n finale momentje beleven nu. Want we gaan even kijken. Er zijn andere pitchers ook meteen. Jongens, neem plaats. En hoe gaan we dat doen? Dat gaan we op een zeldzaam democratische wijze voor een BV doen. Dat gaan we namelijk doen door het applaus van jullie te meten. Dus mag ik een applaus voor de eerste pitch van Kim? Ja. Mooi. Goed. Yo, pitch 2. Applaus. Ja, stop. Derde pitch.
Dames en heren. Dit is volgens mij een duidelijk oordeel. Maar wat zegt mijn raad van commissarissen? Eens met het publieksoordeel, namelijk dat de tweede pitch het meeste lawaai had. De student. Ja, nou, hadden ook hun eigen studenten eerste... meegenomen. Ik weet niet of dat helemaal fair was. Ja? Slim. Dat was een hele slim... Slim, ja. Maar slim. Want eigenlijk het eerste idee was het meest origineel. Vond ik ook. Even voor één.